parle de poudre d'astéroïdes, larmes de dragon, ou bien même de microparticules intelligentes, on pourrait croire qu'on parle d'un film de science-fiction. Mais en fait, ce sont les arguments que les grandes sociétés de cosmétiques traditionnelles mettent en avant afin de promouvoir leurs produits. Le succès de nos produits peut s'expliquer notamment par notre approche cosmétique, c'est-à-dire la conjonction entre cosmétique et pharmaceutique. Par exemple, nous n'utilisons que des principes actifs connus et reconnus par le monde de la dermatologie et de la médecine esthétique. Nous sommes également 100% transparents quant au pourcentage de principes actifs contenus dans tous nos produits. Evocure heeft ervoor bij uit 12 maanden een indrukwekkende groei gekend. Na 2 maanden hebben we een akkoord gesloten met de Multipharma Groep om onze producten in hun 22 U-para-apotheken te verdelen. En sinds de lente hebben we een akkoord ook gesloten met Lloyds Pharma en Pharmactief Netwerk om onze producten ook te verdelen. We beschikken vandaag over een netwerk van 50 verkooppunten in gans België en Luxemburg om onze producten te verdelen. De pers heeft ook een grote belangstelling getoond voor onze merk en onze producten, aangezien de verschillende publicaties in de magazines, tijdschriften en ook op de beautyblogs op internet. Samen met uw hulp zouden we graag Evocure verder uitbouwen tot een premium cosmetica merk in de Belgische markt en nadien uitbreiden naar de buurlanden. Met het ingezamelde geld uit crowdfunding, met het extra kapitaal, willen we de volgende zaken verwezenlijken. Ten eerste willen we onze verkoopafdeling vergroten om onze distributienetwerk verder uit te bouwen. Ten tweede willen we onze communicatie verhogen en onze marketingactiviteiten verbeteren om onze naambekendheid te vergroten. En tenslotte willen we nog 3 innovatieve en nieuwe producten op de markt brengen.